Want ik ben pas wakker en mijn tante is niet thuis, maar ik lig gewoon op haar bed. Maar het ding is, ik ben per ongeluk met make-up op gaan slapen en nu heb ik dit. Dus ja. Maar oké. Dus waarom ben ik bij mijn oma? De reden waarom ik bij mijn oma ben is omdat mijn moeder aan het werk is en mijn vader ook. En ik wil niet alleen thuis blijven. En ik moet nog inpakken, to be honest. En ik moet een pet brengen. Ik heb een pet genomen van mijn oom. Ik heb een pet genomen van mijn oom. Om te leren. En zo. En ik slaap bij mijn oma, want mijn ouders zijn aan het werk. Dus. Yeah. The next morning. Vlag dus. Het gaat nog heel lang duren denk ik, maar die lighting is zo slecht. Die lighting is echt slecht. Oké, mensen, we zijn nu in Stalker. Something Stalker is er. Oh, ik ga het hier schrijven. En we zijn onderweg naar Arnhem. Zo, ja. Mijn nacht is de lighting is echt slecht. Dus niet in Frans Guyana, maar waar je zeg maar met de boot naar daar moet gaan en daar is Frans Guyana. Zo, we hebben een tour gehad van dat ding daar. Ik ben niet zeker wat het is. Ik heb niet echt naar haar geluisterd. Maar... Oké. Okay. Ik denk dat we nu... Ik weet niet. Ik heb gehoord dat het hier... 10 keer of zo... Och, tenminste, ik vind dat het letterlijk 10 keer. Maar dat heeft die vrouw niet gezegd. Die vrouw heeft al niet gezegd dat het gewoon warmer is. Hier in Frans Guyana, in Sint-Laurent, Frankrijk, weet ik veel. Is het warmer dan in Suriname. En ik vind dat het 10 keer of 20 keer warmer is dan Suriname. En ik ga echt smelten. En die mensen daar toch. Ze laten me ook gewoon alleen lopen. Maar oké, ik denk dat ik hun gewoon ga volgen. Nee, daar is mijn moeder. Dus ik weet wie ik moet volgen. Dus, dus ik ga nu filmen met elkaar. Ik ga lopen naar de markt of zo. Neem dit naar mijn lama die testen. Die zwarte. Ik film jullie gewoon. Kijk die huizen. Zijn dit huizen? Lena. Zijn dit huizen? Ik weet het niet. Gewoon lijkt het op Punda. Of iets. Nee. Het lijkt op Punda of dingen, Cuba. Kijk daar, die zelf duizend. Wow, ze zijn echt mooi. Ja. Mensen van Schiana is echt mooi. Mensen wonen. Zie je? Het lijkt gewoon, ik vind dat het op Cuba lijkt. Maar oké. Cuba is niet zo, denk ik. Maar oké, maar dat. Ik heb ooit een film gezien. Dit is verliefd op Cuba en daar hadden ze het lekker zo bij. Maar oké. Breed mooi. Is dat een... Dat groen ding toch, die jullie daar zien? Dat knippert niet in het echt. Maar hier kunnen in... Dus bij die camera toch of zo... Knippert het gewoon in beeld. In beeld. Maar oké. Okay. Lopen. En als de gids is daar... Maar oké. Okay. Wow.
bij de markt. En het is heel druk en heel heet. En ik heb geen zin om foto's te maken. Zo, maar ik ga echt dood. Help me nou. We lopen nu naar een slot. Bus doen al shit ding. Het gaat naar die man. En we gaan met de bus naar het centrum. Of wanneer moeten we onze visum of zo gebruiken? Oké. We gaan naar daar en dan gaan we naar die grote supermarkt ding. Super U of weet ik veel het heet. En daarna gaan we shoppen. Daar heb je al een winkel. Dus nu zitten we in een vreemd grote bus. Kijk hoe wit je bent. Die foto is mooi. Dus is, en sommige mensen willen niet gefilmd worden. Maar oké, ik film ze. Dit is de grootste supermarkt van Saint Laurent. En we kunnen zeg maar. En dat vind ik zeg maar grappig. Dus. Garnier. Wacht. En dan heb je ook Cantu en je hebt scrunchies. You know. We hebben al best wel veel gekocht. En nu zijn we bij de andere afdeling waar ze kleren hebben en furniture en deze dingen. Dus we hebben dit gekocht. Dit is wel van Suma. Hallo, kijk. Okay. Kom even. I'm lost in terms of oké. Ik heb dit en dit mijn moeder niet vinden. Zo, we zijn klaar en we hebben dit gehaald. En de groep die staat buiten. En ik heb Starbucks. Ik heb Starbucks kunnen scoren. Ik sta nu voor Super U. En het is een hele grote, maar ook echt een hele grote supermarkt. Je ziet het verkeer hier, het is echt leuk, hè? Maar je blokt niet verkeerd. Het is echt leuk, hè? Oké, nu is het niet zo druk, maar daar is Bas en dan heb je daar gewoon verkeer, hè? En dan heb je daar zo helemaal verder op de markt. En als ik het heb wel, ja? En straks gaan we weer met de bus en daar heb je een opticiënt en ik kan het niet uitspreken. Maar oké, en daar heb je, als ik het goed heb, de EHBO van Frans Guyana. Ik kan het ook niet uitspreken. Iets van ambulance equateur of zo. Ik ga gewoon zeggen EHBO van Frans Guyana. Verkeer is echt mooi, hè. Daar lijkt basically gewoon op ringweg. Ringweg. Maar helaas. Oeh, kijk een mooie auto. Helaas moeten we vandaag weer weg of zo meteen. Want ik word ook weer echt rood. Ik heb mijn aloe vera niet gebracht. Maar zeg maar, ik ga zo staan. Maar zeg maar, we zijn maar een paar uurtjes gebleven. Maar volgende keer blijven we sowieso 3 dagen of zo. Want het is vreed leuk. Vreed leuk. Helaas. Dus, maar wat vond je ervan? Het is leuk. Heel warm. Het is sowieso heel warm. Leuk. Het is meer dan leuk. Het is warm. Het is heet. Maar het is echt leuk om een keertje gewoon, als je bijvoorbeeld een keertje in de vakantie gewoon baalt en je kan niet op reis gaan, sachets. Je kan niet naar Belem of zo gaan of Curaçao of zo, moet je echt naar hier komen. En iedereen die rijdt is rechts verkeerd, toch? Ja, dus en we are in Europe. Ja, we zijn in Europa, toch? Europa! Europa en we zijn gewoon, ja, want Frans Guyana is een kolonie. Of Frankrijk is de kolonie van Frans Guyana. In ieder geval, ze praten Frans, hier is echt mooie taal en zo. My god.
mensen. Geen enkel straat. Ja, maar misschien verderop wel, arme wijk, maar... Geen enkel straat, man. Ja, en het is echt leuk, maar ook echt leuk. En sommige jongens zien echt eruit als die jongens van Klevia. Toch? Je weet toch welke jongens je in Klevia hebt. Noem maar fans als je daar woont of zo. Maar sommige jongens van hier, ze fietsen gewoon zo, man. En dan lijken ze op die jongens van Klevia, want... Ik dacht een keertje dat het een mattie van me was. Zou ik bijna zeggen, wat doe jij hier? En... Heel leuk. En dan heb je ook een cafeetje daar en zo. En dat is echt leuk, boy. Je moet een keertje echt komen. Dus we gaan nu weer in de bus. En daarna gaan we... terug naar, zeg maar, Sint-Laurent zelf. En daarna gaan we terug met de boot naar Albina. En daarna naar Osso. En ik wil geen foto maken, ik weet dat mijn moeder me heeft. Dus we gaan nu weer gewoon weer in de boot. Dan gaan we weg. En mijn laatste panache, ik mag nooit 4% alcohol drinken. Want als ik 4% alcohol drink, ben ik gewoon dood. Mensen, we zijn terug in Suriname. Next gaan we 1 mei naar Overbridge. Oké, mijn moeder is mijn tripod. Ik heb dit gekocht. 8 euro. Oh, dat. Huh? Maar ik zag eentje, een roze, die was 13 en dat ging naast 8. Dus ik dacht dat het 8 euro was, maar ik heb het gewoon genomen. Het is even duur als een SRD dingen. Maar dit is... Ik ga het niet eens proberen te lezen. Het is mooi met die achtergrond kleur. Ik ben hier.